Ik heb gisteren een laptop gekocht. Daarvoor ben ik in de auto gestapt. Ik ben naar Amsterdam Noord gereden. Buikslotermeerplein. Dat is drie kwartier heen en drie kwartier terug. Goh, Pete, is het niet veel handig om dat online te doen? Dan krijg je het ook nog eens thuis bezorgd. Ja, maar als ik het internet op moet voor zo'n laptop in dit geval, dan vind ik daar allemaal uh, omschrijvingen bij en kwalificaties waar ik geen ene reet van begrijp. En dat wat ik wil weten, wat zo'n laptop voor mij moet kunnen en moet doen, dat staat er in ieder geval. Niet bij. Dus daar word ik al heel erg moe van. Nou, stel dat ik zo naïef zou zijn om zo'n ding te bestellen, dan wordt hij inderdaad thuisbezorgd. Dan pak ik hem uit en dan klap ik hem open en dan kan ik er vervolgens niks mee. En dan ga ik proberen hem te installeren en dan ga ik het internet voor op en dan krijg ik instructies en dan krijg ik vragenlijstjes. Zat uw vraag erbij? Nee, mijn vraag zat er niet bij. Mijn vraag zat er nooit bij. En dat wat ik. Nou kortom, dat duurt uren. Ik word tien jaar ouder en ik wil heel erg dood. Terwijl als ik in de auto stap en ik rijd naar Buikslotermeerplein, drie kwartier heen, drie kwartier terug, dan kom ik daar in een soort buurtwinkelachtige zaak waar ze refurbished laptops en pc's verkopen en ook printers en printercartridges enzovoorts. En dan staan een paar ontzettend aardige gasten achter de toonbank en die spreken vloeiend boerenluls. En dat moet ook, want ik ben hartstikke slim, maar als het om computers gaat, ben ik een boerenlul. Maar bij deze jongens kan ik mijn vragen stellen en die begrijpen ze ook. En ik krijg ook antwoord. En ook nog op een manier dat ik het begrijp en daarmee verder kan. Dus ja, het kost me minder tijd dan wanneer ik in dat Harakiri zelfmeetproject project mezelf stort. En ik word niet tien jaar ouder en ik wil niet dood. Nou, dat is toch allemaal best een ritje waard, niet hoor?